Hallo kijkers van Watchjagger, welkom bij deze nieuwe video van Kingdom. Doe vast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze leuke nieuwe aflevering. Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. Nee. Ach, Thanatos. Ik pas in Trapa. Ik versta bijna niet wat hij zegt, man. Lanterra, Lanabruta. Je zoekt naar iets? Dos ir von Yenava. Ik begrijp het niet, maar machtige Thanatos. Konatalana Angaron. Groene man? Sorry, ik begrijp u niet. Il Krika in Trapana. Hafa Alteroras. Dit lijkt me niet nodig, Thanatos, alsjeblieft. Ik zou u graag helpen, maar. Moet die hier kosten? Oh shit! Asta. Ik moet hier wegwezen, nu! Ik riep hier. Oh nee. Sneller. Ga weg! Oké, volgens mij ben ik hem kwijt aan het raken. Oh nee, niet alweer. Hey, is de kust veilig? Is hij weg? Wie ben jij? Kom tevoorschijn. Hi Leon. Ian, wat doe jij hier? Nou, ik dacht, ik doe je een gunst en ik haal een grasrenshart voor je op. Ik heb namelijk al niks meer van je gehoord. Nou, dan ben je iets te laat, Ian. Ik heb het al. Top. Maar wat doet Empire hier? Die zijn hier al lang niet gespot. Dit kan best gevaarlijk zijn, weet je? Verdacht ja, maar hij was hier niet om ons lastig te vallen, volgens mij. Of tenminste, zo leek het. Hij was op zoek naar een groene man. Ja, hij is op zoek naar mij. Goed je weer te zien, Leon. Gridscore? Ik dacht dat je terug was gegaan naar Faxios. Ja, dat was ik. Totdat ik aangevallen werd door die vent die bekogelde met magie. Ja, dat verklaart een boel. Hey Leon, is hij degene die heeft geholpen met die transformatie? Ja, Ian. Dit is Gridscore. Aangenaam. Mensding. Ik denk in ieder geval wel dat het verstandig is om hier weg te gaan, voordat die Rachtanatos ons vindt. Ja, dat klinkt als een goed plan. Gridscore, kom met ons mee. Vooruit. Dus, jouw volk is verdwenen in de oceaan, Gridscore. Precies. Ik zoek nu al maanden naar ze, maar ik kan gewoon geen spoortje vinden ofzo. Ik heb beloofd je te helpen. Maar voordat dat lukt, moet ik eerst weer koning kunnen zijn van Zera. Ah, alles op zijn tijd. Maar, waar gaan we eigenlijk naartoe, Ian? Een verlaten fort. Een prima plek om ons te verweren van die Empire. Je bent er zeker van? Dat niemand daar zit? Zeer zeker zelfs. Sinds de NAVA het Westen steeds wat vaker in de gaten heeft gehouden, is het verboden om er te komen. Een prima schuilplaats voor ons dus. Sterker nog, daar is het al. Goed, niemand te zien. Laten we maar snel naar binnen gaan. Lama kan je toch niet eten? Dat zijn prachtige dieren. Ze hebben een prachtige smaak, hè? Je bent echt wel een raar wezen. Ik ga maar even een rondje lopen.
is het me toch iets te veel op mijn geweten. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Wat denk je van koeien? Een stukje roastbeef gaat er bij mij wel in, hoor. Nee, dat is niet taai genoeg. En kip? Dat is wel goed vlees, toch? Kip? Ik eet liever lama. Waarom is het zo lastig? Ik mis mijn positie. En ik heb iedereen in de steek gelaten. Dit heeft mij de volledige prijs gekost. Empire, die nu op onze landen loopt. Het is ook niet eerlijk. We zijn allemaal in groot gevaar. Het toernooi is al over 2 weken. En ik moet nog zoveel leren. Verdomme! Ik kan er niet voor 1 keer mee zitten. Zoals ik jou verteld heb. Je moet jezelf bewijzen, Leon. Ik weet wat me te doen staat, Critscore. Jouw lot is dat van jezelf. Maar probeer je weg te vinden in het mengen van mensen. Hoe bedoel je dat? Die tempel waar je het over had. Waarom heb je dat nog niet tegen de Ian verteld? Hoe weet jij daarvan? Maakt het niet uit. Dat is moeilijk. Want die tempel is een obstakel dat ik zelf zal moeten overwinnen. Ja, daar heb je een puntje. Ik hoop dat ik er iets zou kunnen vinden wat me sterker zou kunnen maken. Maar ook wijzer. Ik hoop dat ook voor je. Morgen zal ik de intree maken. En gaan we kijken wat er te vinden valt. Gridscore? Ian? Word wakker. Waar is Gridscore? Hoe moet ik dat weten? Ik lag te slapen. Hij is er niet meer. Laten we hem... Dat moet hem zijn! Dat klinkt niet goed. Laten we kijken wat er aan de hand is. Goed gedaan, Ranger. Gartanatos zal heel blij zijn met deze ork. Het was mij een genoegen. Zijn stank rook al vanaf Goldshire. Wat doet Danny hier? Blijkbaar doet hij het vuile werk voor Empire. Ja. Zo ziet hij er nou uit. Ja, we moeten hem toch kunnen helpen? Laten we het van wat dichterbij gaan bekijken. Gadverdamme, wat een lelijk wezen. Hoe heeft dit toch ongezien door Zera kunnen lopen? Bah! Heer Danny, we hebben gezelschap. Bah, kom tevoorschijn! Wow! Wij doen niemand kwaad. Wat is hier aan de hand? Wacht, hoor ik dat nou niet te vragen? Je bent immers op verboden terrein. Wij zijn simpelweg maar op zoek naar die ork. Zal hij misschien zo vriendelijk willen zijn om hem vrij te laten? Wat? Je maakt zeker een grapje. Mannen, pak hem! Ranger! Wat sta je daar nog? Dood ze! En jullie, maak die ork af! Een ranger, hè? Leon, maak je borst maar nat. Ik pas in drama. Empire. Ren!